Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze laatste video van F1 24 Driver Career Mode van het eerste seizoen. Aflevering nummer 10 gaat dus beginnen. Heb jij die vorige video in Brazilië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan het rechts voor het i'tje, klik erop als je die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer voor meer wekelijkse Driver Career Mode content. Elke week minimaal een video online. 2 weken gaat helaas niet vanwege werk. Dus helaas bij 1 video per week houden. 8e in het wereldkampioenschap. Hebben Russell en Hamilton achter ons gelaten. En ja, dat betekent dat deze race voor mij nog wel cruciaal gaat worden. Vorige wedstrijd wonnen we de race. Jammer van Hulkenberg die helaas weer geen punt pakt. Dus ik ben nu gewoon de leider bij Haas. De statistieken staan links van mij. Hopen dat ik in deze race toch nog wat kan omhoog gooien naar bijvoorbeeld 75 overal. Zou goed zijn voor de contractaanbiedingen die ik denk ik na deze race krijg. Ik hoop dat er wel een team bij zit die wel minstens een top 5 team is. Anders ben ik bang dat ik gewoon nog een jaartje bij Haas ga blijven. Wat ook eraan gaat komen is een regulatieverandering. Hulkenberg en ik zijn bezig om die dingen te veilig te stellen voor volgend seizoen. Verstappen en Leclerc zijn nog in gevecht voor de wereldtitel. En ik ga heel veel componenten vervangen van mijn motor. Het is toch het laatste raceweekend. Dus ja, en een gridstraf krijgen we sowieso niet. Want die onderdelen zitten nog binnen mijn pool. Spoel ik de tijd even door. Okay, mate. I know we were expecting some new developments to come through, but I'm afraid to say that some of them have failed quality control. We're going to need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. Helaas zijn een aantal updates gefaald. Dat is jammer. Misschien dat ik nog even kan kijken welke er zijn gefaald. Nee, ik zie niks gefaald. Maar wel dat ik een onderdeel weer heb veilig gesteld. Spoel ik de tijd weer even door. Weer een aantal resource punten erbij verzameld. En dan is het denk ik tijd voor de laatste grote prijs van dit jaar. Kijken of ik nog wat kan veiligstellen. Jazeker, dat is dus gelukt. Nog een onderdeel veiliggesteld voor alle zekerheid. En dan is het op naar de kwalificatie en kijken wat het daar dan dus gaat worden. Daar gaan we dan. Aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel van deze laatste race van het eerste seizoen. Ik ga daar een beetje wijd. Ik krijg er gelukkig geen track limit waarschuwing voor. Ik heb nogal last van onderstuur. Maar goed, dat is ook nodig, want ik ben niet snel op het rechte stuk. Dus ik moet het voornamelijk hebben van het bochtige gedeelte van de baan. Voornamelijk is dat sector 3. Groen in de eerste sector neergezet. Leclerc voorlopig naar de snelste tijd. En dan kom ik dus nu aan op het punt waar ik, denk ik, wat beter ben dan bijvoorbeeld Hulkenberg. Sergeant, al die jongens waarmee ik eigenlijk strijd. Beetje te wijd op de exit. Heeft mij wat tijd gekost, helaas. Dan kom ik hier aan bij de laatste bocht naar start-finish. En dan laat ik een tijd noteren van een 1.25.4. Een P7 op dit moment, dat is helaas een 12e plek geworden. En ik wil graag door naar Q2. Dus ik besluit om er nog een keer naar buiten te gaan op een verse set zachte banden. Het is daar nu weer groen in sector 2. Er was daar iets gebeurd met volgens mij een McLaren die daar rijdt. Ik ga daar een beetje wijd en smokkel daar wat tijd mee af. Dit is nu weer in het groen bij de Delta. Met persoonlijk verbeteren in sector 1 en 2. Dat is goed. Dit zien vol te houden. Maar daar raak ik de curbzone. En dat betekent gelijk een muur. Ook geraakt. Deze ronde is weggegooid. P14 op dit moment. Een P15. En ik denk niet dat wij door zijn naar Q2. Want Hulkenberg is volgens mij ook niet door. Weet ik niet zeker. Ik laat mijn ronde in ieder geval hier gewoon hartstikke varen. En dat is denk ik een 18e positie.
Jazeker, een P18 voor mij helaas. Waar staat Nico Hülkenberg? Dat is de vraag. Leclerc voorlopig naar de snelheid in Q1. Russell daarachter. En Hülkenberg is wel door naar Q2. Dat heeft hij goed gedaan. Ik stel helaas teleur. En moet ik dus vanaf een 18e positie zien terug te vechten voor wellicht punten? Je weet het maar nooit. Daar gaan we dan. It's time then for one final race in this year's Formula One World Championship. 2010 saw four drivers in contention for the title coming into this race, with Sebastian Vettel prevailing to become the youngest world champion today. Is the one last sting in the tail awaiting us today? It's time to find out in the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at Yas Marina Circuit through 21 corners and a lap distance of around 3.4 miles. There are a few opportunities to pass, with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and 11. Plenty of close racing then, plenty of speed and plenty of drama to be found in the laps ahead. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Russell, Ocon, Gasly, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, Bottas, Ricciardo, the Professor, Sargeant, Joe, and Lance Stroll brings the grid to a close. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And we welcome you to the commentary box overlooking the circuit. I'm Alex Jakes, and I'm joined by Anthony Davidson. Well, it's the last race of the season, but there's still plenty to prove out there. How important is getting the right mentality for this season closer? Yeah, a lot of races to cover, but it's the same for the drivers. It comes at you thick and fast, and you've got to pace yourself as well to get to this point in the season. If it has gone your way, it's a great time to just enjoy it. There's nothing that can change in the championship pecking order, of course, or if you've won the championship already, go out and enjoy this race and send yourself off through the winter break. If it's been a bit of a year to forget, you can try and take a bit of solace in this Grand Prix. End on a high and carry that energy into next season. I know you're gutted to be starting from here, but just focus on putting that and some other cars behind you. Good luck. Nou, dat dus. We moeten, ik denk het, gewoon auto's gaan inhalen. Strategie is medium hard. Eenstopper. Interessante keuze. 20 rondes lang dus racen. Ik neem wat extra brandstof mee om wellicht wat harder te kunnen pushen. Misschien dat er een safety car komt, misschien ook niet. Ben ik gewoon zeer benieuwd wat deze race gaat opbrengen voor de laatste keer racen in seizoen 1. Op naar de formatieronde. Ik denk dat iedereen op die medium band start. Volgens mij wel. Dan weer het gebruikelijke. Banden op temperatuur houden, remmen op temperatuur houden en de motor op temperatuur houden. Dat dus. Einde van de formatie ronde. Mooi in onze positie, eigenlijk in mijn positie, terechtgekomen. Jazeker, 0,6 meter ervan af. En is het, denk ik, lampen aan voor de grote prijs van Abu Dhabi. De laatste van seizoen 1 is onderweg. Ik kom matig weg. Want ja, die Sergeant en die Stroll zijn al beter weg. Ik word daar een beetje opgesloten tussen Bottas. Aan de buitenkant kijken van diezelfde Stroll hier. Via de buitenkant lukt dat. Dat lukt wel. Jazeker, dat lukt. Mooi. P18. Een plekje verloren. Kijken wat Sergeant en Bottas hier doen. Stroll dus achter mij. Joe dus ook achter mij. Ik gooi mijn overtakeknop aan om te kijken of ik kan profiteren van de slipstream van de Amerikaan voor mij. Hetzelfde geldt dus ook voor Valtteri Bottas. Jazeker, en valt daar ook gelijk de beide
RB-auto's aan. Een tikje van Ricciardo op mijn achterwiel en die haakt daar gewoon in mij. Ricciardo en ik zijn hier gewoon in elkaar hakend naar die muur toe gereden. En Daniel en ik moeten aan een inhaalrace zien te gaan beginnen. Dat dus. P19, helaas. Want Joe heeft al een voorsprong van ruim 7 seconden. Herhaling van Ricciardo hier in gevecht met, denk ik, Nico Hülkenberg. Nee, sorry, het was Albon. En ja, Ricciardo tikt mij daar al aan op het achterwiel. En hier haken de beide auto's in elkaar. En dat betekent dat ik en Ricciardo dus vanaf P19 en P20 verder moeten. Ricciardo staat daar wel heel lang stil trouwens. En kan nu weer door. Inmiddels ronde nummer 9, want ja, zo lang heeft het geduurd voordat ik bij Sergeant ben aangekomen. Daar helaas een object niet gehaald. Dat geeft helemaal niks. En ik duik gewoon naar binnen voor een nieuwe set harde banden, want ik heb die medium banden gewoon helemaal kapot gereden tijdens deze poging om naar de rest weer toe te rijden. Ga proberen voor een undercut op Sergeant voor mij. Tweeënhalve seconden stilgestaan. Ik vind het allemaal best. En nu dus niet meer naar binnen voor een pitstop. Deze race uitzien te rijden op de harde band. Ricciardo is dus doorgereden op de medium banden. En ik verwacht wel dat wij voor hem gaan eindigen in deze race. Verstappen leidt volgens mij dik de wedstrijd. Die is ook in gevecht met Charles Leclerc voor de wereldtitel. En zoals het nu eruit ziet gaat Verstappen deze titel winnen in Abu Dhabi. Ricciardo nu dus naar binnen gedoken voor een nieuwe set harde banden. Ben benieuwd waar ik zo meteen ga eindigen. Want daar heb je Lance Stroll uitkomen pitlane via die buitenkant. Terug op P17. 3 plekken gewonnen. Ja, eigenlijk 2 plekken gewonnen dan. Omdat Ricciardo achter mij reed. En nu is het na de Canadees toezien te rijden met nog 9 ronden te gaan in de wedstrijd. Heb gelukkig DRS van Stroll. 11e ronde nog altijd van de race. Ik zit een beetje te kijken bij Lance Stroll hier aan de binnenkant. Misschien lukt net niet. Ik heb daar licht die muur aangeraakt. En daar ook ligt Lance Stroll. Geen schade gelukkig aan de voorvleugel. Krijg wel een waarschuwing vanwege het toucheren van de Canadees. Ronde nummer 12. P16 voorlopig nog altijd. Geen punten voor mijzelf. Voor mij rijdt Valtteri Bottas. Waar is Nico Hülkenberg? Geen idee. En ik ga nu in ERS-besparingsstand. Heb hier de DRS van Valtteri Bottas. Stroll is al op ruim een halve seconde gezet door mijzelf. En daar kijk ik bij Bottas, jazeker. Albon blokkeert zijn linker voorband. Dat betekent dat ik nu naar hem toe kan rijden met de ERS en de DRS ingeschakeld. De topsnelheid doet hier zijn ding van de Haas. En ik val daaraan aan de binnenkant. Een gewaagde actie. Het is een beetje stoeien met z'n tweeën. En ik pak die 14e plek af van hem. Op naar Yuki Tsunoda voor P13. Ik laat paars in sector 1 noteren. Tsunoda heeft Hülkenberg ingehaald. En ik zit al gelijk te kijken om mijn teamgenoot in te halen. Want dat is ook het doel. Moet Hülkenberg zo snel mogelijk zien te passeren. Gaan we het hier denk ik zo meteen proberen aan de binnenkant. Jazeker, Hülkenberg gepasseerd. Doel dus behaald.
op naar Yuki Tsunoda voor P12 en daarvoor rijdt Esteban Ocon. Punten gaan wellicht nog komen in deze race met nog 7 ronden te gaan in de wedstrijd. Ga daar een beetje wijd, krijgt er gelukkig geen waarschuwing voor. Dat lukt wel, er zijn nog 5 ronden te gaan, Mark, dus dat komt gewoon goed. Probeer hier zometeen aan de binnenkant bij Tsunoda, jazeker, ernaast gezet. En dat is een 12e positie. Op naar Esteban Ocon en daarvoor rijdt Pierre Gasly voor een punt. Gooi gelijk de overtake en de DRS aan omdat Tsunoda probeert terug aan te vallen. Heeft hij de snelheid niet, Ocon heeft ook de snelheid niet. Gaat verdedigen en ik pak hier een mooi via de buitenkant. Jazeker, had hij niet verwacht. Op naar zijn teammaat Pierre Gasly. En daarvoor rijdt Russell. Dat gat is ongeveer 3,4 seconden. Is nogal groot. Ocon kan hier niet terug aanvallen. En hier aan de binnenkant bij Gasly. Jazeker, goed gedaan. Sensors vatten vreemde dingen op, zegt de ingenieur. Ik hoop niet dat wij een motordefect krijgen, want dit is gewoon een gloednieuwe motor die in de auto zit. Zit gewoon vol zien te houden. Volgende heet dus George Russell. Gat is 2,7 seconden en daarvoor rijdt Oscar Piastri. Ik denk niet dat we hem nog gaan inhalen in deze race. Het gat is ruim 7 seconden met nog 4 rondes te gaan. Dat gaan we gewoon niet meer volhouden, of redden trouwens. Moet de Gasly nu achter zien te houden. Gaat voor een punt. En dan zit ik zo meteen in de laatste ronde van de race. Verstappen gaat hier de wedstrijd winnen. Gaat ook denk ik wereldkampioen worden in seizoen 1. Want Norris verpest het feestje voor Leclerc. Laatste sector is paars voor mijzelf. Laatste ronde loopt in deze grote prijs van Abu Dhabi. Wat kan ik hier bij George Russell doen? Dat gat is 16e. Rem er al gelijk naartoe, jazeker. Zometeen de DRS ingeschakeld. Ik schakel ook gelijk al mijn overtake lobby in. Nee, niet de DRS ingeschakeld. Ik was een beetje verbaasd. De DRS is niet ingeschakeld. Krijgen hem niet van Race Director. Dan maar hier laat inremmen bij de Brit. Jazeker. En ik pak die positie mooi af. Piastri is trouwens ook niet al te ver verwijderd. Ik heb alweer geen DRS. Russell hier wel. Met meer snelheid. Kijkt zometeen naar de buitenkant. Maar is er niet voorbij. Piastri komt denk ik goed mee weg. Want dat gat is nu ruim 2 seconden geworden. Door dat gevecht met Russell. Verstappen wint de race. En het wereldkampioenschap. Max Verstappen kampioen in seizoen 1 geworden. Leclerc stelt teleur. En ik met een goede inhaalrace na P9. Pak 2 punten en stel zo veilig dat de beide Mercedes en mij niet hebben ingehaald in het rijderskampioenschap. Prima race, prima seizoen ook met 2 overwinningen. Goed gedaan en dus op naar volgend seizoen. And that's the end of the race. We'll see you in Parc Fermé. And with that, another year of Formula One draws to a close and a new World Drivers' Champion is declared. Another entry added to that prestigious list of the sport's most incredible drivers. It's always box office when this man's at the front. Max Verstappen takes the checkered flag. Well, great victory today for the final race of the season, and you take that energy with you through the end of the year, through the winter break, and it's important because your team lives off of that. You want them to deliver you the best possible car for the start of next season's campaign. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They've performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team.
uitslag van de laatste wedstrijd van seizoen 1. Verstappen, winnaar van de Rode Prijs. Pakte zelfs racehonderdpunt nog eens naar P2 Perez op het podium. Leclerc 4 betekent dat Verstappen kampioen is in seizoen 1. Ik naar een 9e positie pak 2 belangrijke punten voor Haas. Leclerc 20 punten zelfs tekort. En ik dus 8e in het wereldkampioenschap. 61 punten. Houden Lewis Hamilton net achter ons. Goed gedaan. Hulkenberg helaas 0 punten. Dat is een beetje teleurstellend van hem. Maar goed, volgend seizoen zijn er dus nieuwe kansen. Door naar de ratings. Gestegen naar 74. Overal goed gedaan. De recognition. Haal Hulkenberg ook al wat in. 46% tegenover 54%. Dus je komt wat dichterbij. De specialisten, hoe het daarmee ervoor staat, gewoon neutraal. En is het door naar het contract-event. Betekent dus, ik ga nu al verklappen waar ik volgend seizoen al ga rijden. Kan Haas zijn, het kan Visa Cash App RB zijn, kan het ook een ander team zijn. Dus kampioenschap met Lewis Hamilton gewonnen. De topteams kunnen we helaas niet pakken. Keuze uit Williams, RB, Haas en Aston Martin. Ik ga denk ik kijken voor Aston Martin. Die is net wat beter dan Haas. Hopen dat seizoen 2 dat ze de regulatieverandering goed hebben uitgepakt. Dan kan ik misschien ook meeschrijven voor de wereldtitel in die groene auto. Visa Cash App RB, ik denk niet dat dat hem gaat worden, want dat team is gewoon geen topteam. Duurt denk ik nog seizoenenlang voordat ik daar ooit voor de wereldtitel kan meevechten. Dus dan maar naar Aston Martin. Zit wel dicht bij Mercedes aan. Gaan we nu dus het contract bespreken. Ik wil graag groeien naar 75 overal. 2 seizoenen teken ik voor. En dan zien we dan wel weer verder. Contract getekend. Aston Martin voor seizoen 2 dus. Team is nu al bekendgemaakt. Ik weet niet wie mijn teamgenoot wordt. Het kan Lance Stroll zijn. Het kan ook in één keer Alonso zijn. Maar goed, dat zie ik volgend seizoen wel. Ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gaming kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse driver caramel content. En schakel ook altijd dat belletje in. Zodat je geen enkele rating van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Deel wat je dan, mensen. Tot de volgende keer met een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder voor een nieuw seizoen. En kijken wat dat dan dus gaat brengen. Tot de volgende keer.